Iedere 2 jaar wordt het Rabobank Lokaal Compliment uitgereikt, de prijs voor vrijwilligerswerk in de gemeente Ede. Het thema voor dit jaar is Vrijwilligers maken het verschil. Wie maakt een bijzonder verschil? Wij stellen aan u voor de 3 genomineerden voor het Lokaal Compliment 2011. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het mooiste van het land? Ja. En dan draai je om naar het publiek, hè? Want het publiek wil jou zien. Wat doe ik voor vrijwilligerswerk? Ik doe dit. Dit is eigenlijk mijn lust en mijn leven. Dus hier gaat ook wel de meeste tijd in zitten. Ik wil haar extra onder de aandacht brengen, omdat we zijn allemaal overdag hebben we werk. En daarnaast besteden we ontzettend veel aandacht. En vooral zij aan die musicalgroep. En al zoveel jaar lang. En dat vond ik dat het wel een keertje onder de aandacht gebracht moet worden. Toen ik die omroep zag, dacht ik meteen Annemarie. Ja, waarom? Omdat ik gewoon blij word van als ik zie wat er in deze mensen zit, wat je eruit kunt halen, wat het doet met niet alleen met hun, maar ook wat het doet met je publiek. We zijn natuurlijk drieledig, hè? Je doet het voor je spelers, maar je doet het ook voor de mensen met een verstandelijke beperking die komen kijken. Je wil iets brengen wat kleurrijk is, wat de zintuigen prikkelt, wat voor hun begrijpelijk is. En je wil het ook brengen voor een ander publiek, voor wie het ook leuk is en begrijpelijk en ontroerend. En dat lukt elke keer. Nou, dat geeft een kick. Nou, is ze mooi of niet? Haar enorme inzet en energie. En dat brengt ze op ons over. Want zonder dat zouden wij dat allemaal niet op kunnen brengen. Iedere keer pusht ze ons weer en jongens, we gaan ervoor. Nou, ik denk dat mijn kracht is dat ik mensen weet te motiveren en te enthousiasmeren. Net een stapje verder te gaan dan wat ze van plan waren en dergelijke. En dan draai je een blok op. Kees is heel goed. Kees wil je alle kanten mee op. Kees! Ik vind het heel leuk dansen. En de volgende keer met die mooie snavels op, hè? Ja, ik vind het geldbedrag nog het meest belangrijke, sorry. Dat mag ik misschien niet zeggen. Maar dat komt gewoon deze club ten goede. En ik vind het al een eer dat ik genomineerd ben als vrijwilliger van het jaar. Maar ik vind het... niet alleen voor mezelf, ik voel toch meer zo van, nou, het is deze hele club. En het geld wat er komt, ja, dat komt weer ten goede van deze mensen en van het spel van deze mensen en van dat wat we kunnen laten zien aan anderen, wat hun kunnen. Oké. Okay. Ik doe hier van alles. Ik ben vrijwilliger, dus dat houdt in dat je minstens 1 keer in de week hier bent, de hele dag. En dan doe ik voor allerlei klussen, ook de cliënten begeleiden eventueel, vooral met houtwerk. En in het weekend werk ik hier als kracht om de hele boerderij te runnen. Ja, oké. Nou is je vriend. Nou, Chris is een vrijwilliger die al vanaf het begin bij ons rondloopt. De overgang van kinderboerderij De Proosdij naar Serre Lotho vanaf de gemeente. En ja, er was natuurlijk wat onderhoud nodig. Ja, en Chris heeft eigenlijk ons er echt doorheen gesleept door echt dagelijks aanwezig te zijn. En waar de problemen lagen, daar stond Chris weer klaar voor ons. Ja, en zo is het eigenlijk gegroeid dat hij zich eigenlijk een beetje opgewerkt heeft als een onmisbare kracht. Nou, het voelt als een hele eer. Vooral omdat ik bij de laatste 3 ben. Ja. Waar heb je dat aan te danken, die nominatie? Nou, ik denk aan het goede werk wat ik gedaan heb en aan de begeleiding hier, die mij voorgedragen heeft. Nou, doordat Chris eigenlijk echt altijd klaar staat voor de kinderboerderij, maar ook voor de cliënten, ja, is hij het verschil misschien wel gewoon zelf. Zonder hem is het hier gewoon heel anders, denk ik. Wat ik er zo leuk aan vind is met werken met de cliënten hier. En met de begeleiders ook, onder andere. En met de dieren. Nou, ik moet altijd erg lachen met Chris. En ik kan me nog wel iets herinneren. Chris die komt uit Indonesië oorspronkelijk. En nou ja, die zit vol met grappen. En hij noemt ons wel eens Boendoek.
altijd gedacht dat dat iets Indonesisch was, maar blijkbaar is het gewoon een Hollandse poetsdoek. Het is een eer om die genomineerd te worden, maar aan de andere kant ben ik het niet alleen. Ik vind dat de Wereldwinkel genomineerd is. Wat ik hier doe is, ik probeer de verkoopgetallen die in de PC worden opgeslagen zodanig te beoordelen dat degene die gaat inkopen globaal weet wat het beste loopt in de winkel. Wat ik hier doe is achter de toonbank staan, klanten helpen. Dan gaan we inkopen, 1 à 2 keer in de maand. Daarna moet er geprijsd worden en dan help ik mee met prijzen. En daarna moet het de winkel ingezet worden en een etalage gemaakt. Dat is, doen we 1 keer per maand met een collega. En dat is eigenlijk de hoogtepunt. Ja, wat voor verschil maak ik? De Wereldwinkel drijft op vrijwilligers en zonder vrijwilligers is er geen Wereldwinkel. Dus eigenlijk ja, met het hele team aan vrijwilligers voor de Wereldwinkel bestaat de winkel en ik ben maar een klein onderdeeltje ervan die probeert de Wereldwinkel een bestaansrecht te geven. Ik heb Anna en Johan genomineerd omdat ze beide heel veel voor de Wereldwinkel betekenen. Om met Anna te beginnen, zij heeft een ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel en besef voor alles wat met de winkel te maken heeft. En of dat nou bij het inkopen heeft te maken of de verkoop of de inrichting, maakt eigenlijk niet uit. Zij is van alle markten thuis in de winkel. Johan, nou, dat is onze nitwit, heet dat geloof ik, op computergebied. En dat is wel eens nodig, dat we, dat we hem nodig hebben. Wat ik er voor mezelf heel erg leuk aan vind, is dat ik de mensen die de Wereldwinkel maken, dat je daar vriendschappen mee opbouwt en elkaar kan steunen in slechte en goede dagen.